Mooi. Ja, dat hoort bij deze periode bijna. Hè? Overal blad. Overal blad. Hoi. Mooi. Ik zeg, dat hoort bij deze periode, hè? Blablozen. Blablozen, ja. Ja. Ben je een beetje boos over worden? Ja, ja, door en door, hè. Ja. Ik sta altijd minder op de weg trouwens, hè. Ja, ik zal mee mijn kranen zetten. Wacht maar even. Ja, ik ben onderweg naar Roosvolde. Wil Arne die wil een gedicht voorlezen. Oh. En dan zou ik jou zo bezig met de blablozen. Ja. En ik zei daar, ik een beetje boos over worden, want er ligt behoorlijk wat natuurlijk. Oh, dat weet wat, hè. Ja. Maar dat kan hem even kijken doorheen. Hier zo. Wat mooi steed trouwens. Fantastisch. Dat is een woning van 1802, hè. Een woning van 1802, hè? Ja. Hij huurt bij de Ennemerborg, hè. Is het dan ook nog van de Ennemerborg? Ja, is ook van de Ennemerborg, ja. Dus dan ben je de huurder, zeg? Ik ben de huurder. Ik woon hier al meer dan 40 jaar. En als we binnen gaan, is het nog gewoon net als hier droog ook. Ik heb wel op het rode land eraan zitten. Wil je hem een kijken? Wie gewoon hem kijken, ja. Ja, mag. Nou. Oh, fantastisch. Zo. Dit is een komer. Ik ben nu alleen met mijn vrouw van Joris Fies. Hij is al overleden aan Alzheimer. Ja, en dan ben ik een ennig, ja. En ik kreeg wel heel wat, maar... Dit is een komer waar we verder met me kunnen zitten. Maar ja, dat doet nog niks meer. Nee. Kijk, de oorlog gebinden en alles zit er in. Oorlogen binden zitten er nog in aan de dood. Ja, je mag hier ook niks in doen, hè. Oké, okay, dat huurt dus bij... Ennemerborg. Bij de Ennemerborg. Dat is de landschap. En dat is de regel dus ook, je mag dus niks veranderen. Het moet origineel blijven. Het moet origineel blijven. Ja. Hier woon je dus. Hier is de naam van mijn opoe en opa. Die is nog 150 jaar oud, deze naam. Ja. Kopen. En dat waakt ook nog, daar reed je ook nog doogs aan. Nee. Nou, niet meer. Nee. Nee. Lekker warm hier trouwens. Dat kageltje. Old kageltje. Pelletkagel. Oh, pelletkagel. Kijk, toch even zeggen, doe zijn bestee. Kijk, dat bestee heb ik allemaal in recht. Voor mij dan mijn vrouw overleden is. Ja. Dit is een soort gedenkplekje is het worden. Een gedenkplekje is het geworden. Ja. En net zo heet, ik kom en zeg, dit is voor mij ook heel belangrijk. En dan nog net voor u. Want mijn pa is in de oorlog doodschoon. Draai maar, draai een vader wat ik zo bij was. Dat je zoon, dat je een paar doodschoten ja, is. Ik had er ook nog last van. Ik heb gisteren nog weer een bijeenkomst naar Drentse touw. Van de stichting vader, van mijn vader. Ja. Ze hebben ook al jaren zetten open, maar dat heb ik toch nog helemaal zorg voor gedaan. Want hoe ging dat in Drijden vader? Ik bedoel, de mijnstaking, drie mijnstakingen, hè. Ja. En toen ben je de mannen oppakt. Ja, en dan is NSB, het zijn de Duitse soldaten, hè. Mijn pa ging er tussenuit, hij was met een fietsje bezig, had op kop staan. Ja, en dan was hij met bezig, wat ik nou, ik was vijf jaar, ja. Ja, en een aankeer, er komt een auto aan. En er zat die NSB'ers, die ken ik ook wel. NSB'ers, die mogen dood, hoor. Gelukkig wel, oh, maar niet zeggen misschien. Maar geef ook niks op, eerst er tussenuit gewoon en even doodschoten. En dat moment in je zoon? En meer was ik ook niet. Nee. Maar dan ben je vijf jaar en dan vergeet je dat nooit. Nooit. Hoe oud ben je nou dan? 85. Dus dan droeg je meer dan 80 jaar bio. Ja. Elke dag, dat je er elke dag in mijn denken ook begreep. Alle door. Ja. Ach, en dag is. Dus jong pa wat dan hier ook herinnerd, heb je er ook wat van jong pa stond? Ja, ik zie hier allemaal. Ik heb ze allemaal stond, ik wou net ook lezen gaan. Gerrit Buwalda, ja. Hij is van 1918 en 1933 dus doodschoten. Geliefde echtgenoot van Zwaantje Schoenmaker. Dus je bent bij je moe groot geworden, zeg maar. Ja. Ja. Mijn pa en moe, die ben beide begroten. En dan mijn vrouw, die is 10 jaar met die Alzheimer zijn. Ik dacht me, ja, die wordt niet meer begroten, die wordt cremeerd. En die is door onderstruit. Kijk, en mijn steen is ook gereserveerd. Kijk, mijn steegje ligt er ook al. Ja. Kom proor aan mijn ogen en word ik ook onderstruit. Kom ik bij mijn pa en mijn vrouw komt met mijn moe in. Jongen. Ja, en dan kun je dan best die scan ik door. Ik heb zo'n bedstee en ik denk van met de lengte van tegenwoordig, mensen zijn veel langer, ja, vrouwen. Ik kan er hier niet meer in. Je kan er nooit meer in, hè? Moet de dubbele lengte. Kijk, ik nog wel op de deurknop, hè? Ja. Kijk, hier de deur. Kijk, je door een vrouw gewoon. Daar is op Jipsien Boertanga. En de Buwaldaweg ja, is nu een paar naam. Ja. En door hem wil woont. Dankjewel even voor het verhaal en dat we het even mogen zijn. En ondertussen doen we je nog vertragen of ook nog? Dat mag helemaal niks uit. Nee. Ik ben zo vrij in de vogel. Ja. Ik ben dan ook niks. Nee.
Want er duurt ook best wel een grote toen bij, hè? Ja, een lab nog. En dit onderhoud je ook allemaal zelf nog? Ja. Oh, wat knap, ja. Ik doe moeder als de haan, ja. Ja. En ik heb zo'n kist in mijn rug, wat zo, hoe geef je. Het is netjes, ik vind dat de toen er netjes bij ligt. Je mag ook wel bij mij langskomen. Ja. Allemaal hortensia's. Dan is het prachtig hier, hoor. Ja. Oh, dat blurt zo mooi. Wijnand. Ja. Meneer vertelt dus, want ik ken de situatie een beetje. Dit is de ijsbaan. Ja. Eigen kracht van Midwolda. En de put van de ijsbaan zit hier dus. Ja, de put zit hier. De put zit hier. En als ze gewoon vulden die ijsbonen. Dat is hier zo. Kijk. Dat is hier zo. Hier doe ik de klebbelers. En daar hoor je over. Dat doe ik een jaar nog. Ja. Dus als het weer houden is en de boom wordt vol. Waar leeg is, dat sloot maar nog zo. Dan zit jullie de kroon op. Daar weet ik kroon dus. Maar ik ben in het boerhout ben ik al bezig. Er zitten ook al tussen kronen. Hè. Ja. Gaan lucht zetten en dicht zetten. Maar er is nog geen water. Als we water vallen, dan zeg ik zo dichter dat het omhoog komt. Hoe lang is leed dat er volgens mij net? Elk jaar. Elk jaar. Hoe lang is leed dat er ook iets leken net? Ja, dat is wel een aantal jaren leed nog. Ja, dat is zo. Dat was zo niet meer. Ja. Nee, het is een van de grootste bonen ook, geloof ik. Hè? Ja, 4 hectare grootste beetje. Ja. Ah, ik zit er ook voor, op die purren. Ja. Ook op die purren zitten nu. En dan geniet ik, hè. Wil jij alle hoogtepunten van RTV Noord ook op YouTube zien? Abonneer je dan op ons kanaal en kijk verder naar alle andere video's. Hoi!